tranende ogen, een loopneus of vaak moeten niezen. Dat zijn veel voorkomende klachten als je last hebt van hooikoorts. Het weer heeft een grote invloed op de natuur en bepaalde weersomstandigheden kunnen dan ook voor flink wat overlast zorgen. Wanneer planten en bomen in bloei komen, produceren ze stuifmeel. En dat wordt ook wel pollen genoemd. Het stuifmeel bevat allergenen en bij ongeveer 20% van de mensen wordt dat door het lichaam als iets gevaarlijks bestempeld. En dat levert die allergische reactie op. Het lichaam gaat namelijk extra histamine produceren om die indringers tegen te gaan. En dat levert die klachten op die vergelijkbaar zijn met de verkoudheid. In anti-allergiemedicijnen zitten stoffen die de werking van histamine blokkeren. Nou, wanneer je precies last kunt krijgen van hooikoorts hangt af van welke plantensoorten je gevoelig bent. In het jaar zijn er ongeveer 3 verschillende bloeiperioden te onderscheiden. In het voorjaar komen eerst de bomen in bloei en in de zomermaanden bloeien eerst de grassen en dan de kruiden. Nou, de piek van het hooikoortsseizoen die ligt in mei en juni. En dat komt omdat verreweg de meeste mensen gevoelig zijn voor het pollen van grassen. De els en hazelaar leveren in het voorjaar als eerste hooikoortsklachten op. Deze bomen bloeien in februari en in maart. Maar tijdens een zachte winter kan die bloeiperiode zelfs nog wat eerder beginnen. Nou, de echte boosdoener van het voorjaar is de berk, goed te herkennen aan zijn karakteristieke witte stam en bast. Achter mij zie je het al, een weiland met heel veel grassen, dat wordt het aandachtspunt voor de komende maanden. Kom er met mij mee. Heerlijk hè, het zonnetje en die zomerse temperaturen, maar toch iets minder als je last hebt van hooikoorts. De grassen staan namelijk volop in bloei en het stuifmeel bevat zeer allergeen pollen. Dit levert bij veel mensen dan ook overlast op. Soms zijn de pollenconcentraties zelfs zo hoog dat je het stuifmeel door de lucht ziet vliegen en ook op auto's kan een dun laagje neerslaan. Achoo! Oeh. Nou, dat graspollenseizoen dat vindt dus plaats in mei en juni en dan is dus ook de piek van het hooikoortsseizoen. Ja, en het is nu even wachten op die zomerse regenbui voor wat verlichting. De grassen raken geleidelijk uitgebloeid en de piek van het hooikoortsseizoen ligt achter ons. Maar nu is het de beurt aan de kruiden om in bloei te komen. De 3 belangrijkste kruidensoorten die later in de zomer bloeien zijn zuurring, bijvoet en weegbree. Deze soorten kunnen nog wel flink wat hooikoortsklachten veroorzaken. Maar het echte venijn zit hem in de staart. In september bloeit ambrosia en deze soort bevat net als de grassen zeer allergeen pollen. De dagen worden korter en de temperatuur die daalt geleidelijk. We kunnen opgelucht ademhalen, want het hooikoortsseizoen is afgelopen. De klachten in de herfst en winter zijn minimaal en het is wachten totdat de eerste hazelaars en elzen weer in bloei komen. En dan kunnen de zakdoekjes weer tevoorschijn komen. Door klimaatverandering en stijgende temperaturen op aarde verschuift ook het ritme van de natuur. Dat betekent dat we niet alleen eerder, maar ook langer last gaan krijgen van hooikoorts. In het meest extreme klimaatscenario wordt het groeiseizoen zelfs met 40 dagen verlengd. Dat zou betekenen dat we zelfs met kerstmis alweer de eerste hooikoortsklachten kunnen verwachten. En daarnaast kunnen in een milder klimaat in Nederland ook weer nieuwe plantensoorten tot ontwikkeling komen, die potentieel ook veel hooikoortsklachten met zich meebrengen. De komende jaren gaat hooikoorts ons zeker dus nog parten spelen.